come from England today or? I flew in yesterday. Okay. Flew in yesterday. My host. Van harte welkom hier bij het gemeentehuis van Bloemendaal. Ter gelegenheid van de tweede Memory March die je vandaag gehouden heeft. Ik heb buitengewoon veel respect voor u, want u heeft er al 20 kilometer op zitten. En de weersomstandigheden zijn van die aard dat je toch een tandje bij moet zetten. Bovendien heb ik begrepen dat u bij Parnassia al even geluncht hebt. En dan wordt er een biertje bij gedronken onder het motto van dat kunnen wij wel hebben. Maar ja, dan moet je vervolgens die hele zeeweg af en via de eerbegraafplaats deze kant opkomen. Een extra welkom aan de heer Constance. Ik weet niet waar die... Aan deze kant. Want hij is een van de mensen die hier in Bloemendaal... in de periode 1945 tot 1950 werkelijk cursus heeft genoten, zoals die net aan mij verteld heeft, eigenlijk ook commandant was van het KTC. Maar het ging hem meer in zijn beleving en in zijn herinnering en hij is hier nu na 70 jaar weer terug vandaag, dus dat is eigenlijk heel emotioneel, in zijn beleving als training in die tijd. Want we staan hier natuurlijk op historische grond voor groene baretten. In 1945 was de oorlog net voorbij. Ondertussen was er ook weer een nieuwe oorlog op komst. Namelijk in Nederlands-Indië. Er moesten mensen getraind worden. Dat waren vaak vrijwilligers of mensen die vanuit Engeland kwamen. En men zocht een plek om te gaan trainen. Een kaderopleiding waar een kader werd gevormd, maar ook... het gevechtstraining plaats had. En dat werd dus hier in Bloemendaal op een hele mooie plek, de Wildhoef, waar de graven van Holland nog een lusthof hadden gehad. En waar de gebouwen leeg waren gekomen te staan die in 1940 waren opgeleverd, door de Duitsers gebruikt en vervolgens voor de stormschool onder leiding van Jan Guillotry van Wezel, natuurlijk een heel bekende naam in die tijd, in de lucht werd gezet. Dat betekent dus dat in die tijd hier getraind werd. Natuurlijk waren er waren nog heel veel oorlogsomstandigheden heel nabij. Er waren het gebied tussen de dorpen en de duinen was door de Duitsers natuurlijk als perggebied gebruikt tijdens de oorlog, omdat men verwachtte dat mogelijkerwijs hier wel een invasie vanuit Engeland zou hebben kunnen plaatsvinden. Het zat nog vol met bommen en granaten. En in die biotoop vond Guillotry van Wezel het wel een goede gedachte om de stormschool van de grond te tillen. Dus daar zijn de eerste groene baretten na de oorlog gevormd en geschoold. Totdat hij op zijn motorfiets stapte en in 1950 Roosendaal
als bakermat voor de opleiding kozen. Sindsdien is dat zo, zoals u allemaal weet. Maar ontzettend fijn dat u vandaag meedoet. Het heeft natuurlijk ook een plechtig karakter. Het heeft een netwerkkarakter. U ontmoet elkaar weer. Ik vind het echt, ik vind het een grote eer dat u ook hier komt. Want het is voor mijn gemeente natuurlijk nog wel heel bijzonder dat de commando-eenheden hier in Bakermat hebben. En uiteindelijk bent u voor ons natuurlijk Nederlands trots. Omdat u door dik en dun en onder groot kameraadschap en op elkaar kunnen rekenen. Uw werk heeft gedaan en doet. Dus ontzettend fijn dat u er bent. Nogmaals van harte welkom. En ik nodig u zo uit om iets binnen te gaan drinken. Ook natuurlijk zullen we een groepsfoto willen maken. Misschien moeten we dat doen op het moment voordat we naar binnen gaan. Moet je vooral doen, ja. Want anders dan kun je je afvragen of het dan nog te organiseren valt. Maar ik heb begrepen dat ook u graag, de heer Usselman, zal ook het woord tot u voeren. Maar uitsluitend om even de volgorde aan te geven die inmiddels weer veranderd is. Maar commando's zijn daar gewend mee te werken. Jaap Constance zal nu het woord voeren, daarna Robert Verrijk. En dan kunnen wij naar binnen voor een drankje, voor een kopje koffie en een stukje cake of een koekje. En dan moeten we om vijf voor vier vertrekken hier. Dat betekent 3:45 aanwerk maken om hier te komen. Burgemeester, dank u wel voor de mooie woorden. Heel graag gedaan. En Jaap, mag ik jou het woord geven? Ik geef jou het woord. Ik spreek hier nu niet als oud-commandant Korps Commandotroepen, maar gewoon als oud-cursist van een gevechtscursus hier bij op de Stormschool Bloemendaal. Ik wil het eerst wel even uitleggen. Ik ben zelf in 1947 opgekomen en toen de school reserveofficier gevolgd. En toen de wens uitgesproken om naar de KMA te gaan om beroepsofficier te worden. En op een gegeven moment in 1948 kregen wij een oproep. En we werden verzameld in Breda. Maar de KMA die was die werd opnieuw gerestaureerd, want die was uitgewoond door de Duitsers en daarna nog door de Nederlandse troepen. Dus het heeft langer geduurd dan we gedacht hadden dat dat gebouw klaar was. Dus de leiding die zei toen, laten we die jonge kadetten. En die hebben toen besloten om ze maar naar de Stormschool Bloemendaal te sturen. We kwamen dus hier aan en toen bleek dat onze commandant van die cursus, dat zou ene luitenant van Woerden zijn, jullie wel bekend. En die heeft ons binnen de kortst mogelijke tijd samen met zijn kaderleden verteld wat hij van ons verwachtte. En eigenlijk hebben we toen een soort cursus gevolgd waarvan we nog niet wisten wanneer die afgelopen zou zijn, want dat zou dan zijn na de herstructurering van het gebouw. Dus we hebben daar eigenlijk een soort op commandoopleiding geënte opleiding gevolgd, met dien verstande dat er geen mensen uit mochten vallen, want anders dan zat de gouverneur met te weinig kadetten. Dus de opleiding was wel min of meer aangepast. Wat ik me herinner, en dat zijn dan, dat krijg je dan als je na 70 jaar weer ergens komt, dan zie je al die dingen die al gebeurd zijn, die zie je dan weer. En dan denk ik aan de touwenbaan over de vijver, en gelardeerd met explosieven. Ik denk aan de vuurdoop die gehouden werd op de oude schietbaan in Overveen, waar bij nacht werd geschoten met mitrailleurs, met lichtspoor en het afsteken van een explosieve. Ik denk aan de nachtcrossen die we maakten hier, en dat moet er nu niet meer zijn, maar die waren er toen wel. Toen waren er hier min of meer polders tot aan het kanaal toe, waar we 's nachts met vervoerder overheen liepen.
Ja, dat zijn allemaal, allemaal ervaringen en herinneringen die iedere keer als ik hier rondloop dan weer terugkomen. Een apart geval is wel Gulteri van Wezel, de commandant. Die had in onze periode net een zwaar auto-ongeval gehad. En die lag helemaal in de kreukels in Johannes de Deo in Rozen, in Haarlem. En ja, die commandeerde de stormschool vanuit zijn ziekbed. Dus hij liet de officieren opdraven om te vertellen hoe het ging. Maar hij liet ook die aanstaande kadetten opdraven. Waarom? Dat wisten we niet op dat ogenblik. Ik kom er later nog op terug. Tijdens die oefening, of tijdens die cursus dan, en dat was dan dezelfde periode, 1948, toen koningin Juliana werd ingehuldigd in Amsterdam. Het was diezelfde periode dat prinses Wilhelmina de militaire Willemsorde ontving in het Park Sonsbeek in Arnhem. En dat alle twee viel in die cursus. Nou, degene die Van Woerden kennen, die weten dat dat helemaal niet zo goed uitpakt. Want hij vond dat hij dan veel te weinig tijd had voor training. En ik beklaagde het dan bij Van Woerden, of bij de commandant Van Wezel, dat hij onvoldoende tijd had. En die zei tegen hem, Jan, je bekijkt het maar, je weet wat er gedaan moet worden en dan pas je dat maar aan. Dus ik herinner me nog dat wij deel moesten nemen in Sonsbeek, dat we met geblindeerde auto's hier vandaan vertrokken naar een dorpje daar ergens in de buurt van Utrecht. En dat we daar uitgeladen werden en toen begonnen met de nachtmars. En in die nachtmars, in die tijd, was er bijna geen vervoer op straat. Dus hebben tussen die plaats en Arnhem in die nacht één auto gezien. De nachtverlichting van de straten die was niet aanwezig. En het resultaat... Okay. En het resultaat was uiteindelijk dat ik die 40 kilometer 's nachts alleen maar de wijze plaats van mijn voorganger heb gezien die lichtgevend was en meer niets. En bij aankomst daar in Arnhem, in een kazerne, en dat was, dat was nog donker. Van Woerden zei, jullie kunnen gaan slapen, maar hij vertelde niet hoe lang. Maar 3 uur later haalde hij ons uit het bed. Toen konden we onze schoenen gaan poetsen en ons gereed maken voor de proefparade. En 's middags liepen we de parade, na die 40 kilometer, met de blaren op de benen. Jullie kennen het allemaal, het is zo'n beetje als de tranenpoort, je komt binnen en je laat het er niet bij zitten. Goed, dat was een beetje mijn herinneringen. Er zijn er nog veel meer, maar daar wil ik gewoon niet aan toekomen, want anders komt niemand meer aan een glaasje bier. Als ik terugkijk op mijn cursus hier op de stormschool, dan denk ik dat die mede beslissend is geweest voor mijn hele carrière en mijn leven. Dank je wel. Fantastisch, Robert. Ja, mannen, ik zou het kort houden. Ik heb gezegd dat ik er zeker 2 regels aan besteed. Want ik weet hoe het warm het is en hoe eigenlijk het bijzonder is dat hier met elkaar staan. Nog bijzondere vind ik dat in 2016 er een tentoonstelling is geweest die ik heb mogen organiseren over de stormschool. Nooit kunnen denken dat het ei gelegd werd, dat we 2 jaar later de tweede Memory March hebben. Ik wil toch een hele klein applausje, want ik heb u wat verteld over de historie van Wildhoef. Aan het echtpaar Welgelegen. Dat waren een van de eerste bewoners van Wildhoef. Die werden door de Duitsers uitgeknikkerd en keerden nadat de stormschool vertrokken was weer terug in hun villa. Het is wel fantastisch dat jullie het zo lang in dit klimaat in Bloemendaal uithouden. Ik besluit hierbij. Ik dank jullie ontzettend hartelijk. Er zijn alweer plannen voor volgend jaar. Nodig nog meer mensen uit. Burgemeester is er volgend jaar ook bij, zo niet halen erbij. Ja, ook mij. Zo is het. Dus geniet ervan van deze dag, stak aan de bier en heel graag tot volgend jaar. Ja.